Als je natuurlijk zelf nog P&O-functionaris was en ik huurde uitzendkracht in, dan betaalde ik gewoon voor bepaalde uitzenders, bepaalde 10, 25% fee. Mm-hmm. Omdat die mensen kantoren hebben, die hebben auto's rondrijden, die hebben personeel in dienst. Ja, mij is ook wel eens te horen gekomen dat er bepaalde uitzendbureaus zijn die zeggen, laat die fee maar zitten, want ik verdien heel veel aan die woonruimte. Ja. En dan gaat het dus om andere uitzendbureaus. Maar dat betekent wel dat je eigenlijk een werknemer hebt die onder het minimumloon werkt feitelijk. Die en verzekeringstechnisch vaak allerlei dingen niet geregeld heeft. We hebben recent een geval gehad van een vrouw die TBC had. Ik weet niet precies hoe de situatie zat, want die woonde samen met een man. Dat was een klein kind. Er waren alle drie hadden ze TBC. Kind werd uit huis geplaatst, want was niet verzekerd. Moest wel verzorgd worden natuurlijk. Een man woonde nog in Roemenië, dus het was allemaal een heel ingewikkeld verhaal. Je kan je bedenken dat je iemand met open TBC niet op straat wil hebben. Nee, liever niet. Nee. dus er zit hier... En waar loopt dat probleem op vast? Nou, we hebben het net natuurlijk al gehad.